Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En zoals je al zag in de titel, is het een keer een unboxing. Want ik had dus contact op Instagram met Let's Go Kawaii voor een ASMR video. Want ik wilde graag een squashie gebruiken in een ASMR video, maar die had ik helemaal niet. Dus ik had zo gevraagd aan hun of hun samenwerking deden met YouTubers. En dat deden ze. Dus toen had ze mij een heel erg leuk pakketje opgestuurd voor ASMR. Maar ook gewoon nog een pakketje voor mijn normale kanaal. En op het laatst heb ik ook nog een kortingscode. Dus blijf zeker eventjes kijken en dan hoor je daar veel meer over. Deze video is niet betaald of weet ik veel. Ik maak het gewoon omdat ik het heel erg leuk vind. Wel heb ik dus producten gewoon gratis gekregen. Maar ik zal verder gewoon mijn eigen eerlijke mening geven. En ja, je gaat het vanzelf wel zien. Let's Go Kawaii is eigenlijk een soort van Japans webshopje. Wel van Nederlandse mensen. Maar ze verkopen allemaal schattige Japanse spulletjes. Of tenminste van die leuke buitenlandse, echt super, super cute dingetjes. Die je eigenlijk heel erg graag wil hebben. En die, ja, die je in Nederland niet zomaar in de winkel kunt kopen. Dus ik laat het snel maar open gaan maken. Oh, wat ik trouwens wel heel erg leuk vind. Staat ook op de andere doos. Dat er een soort van zo'n... Ja, het is gewoon goed verpakt met een hele grote teken eromheen. En dan dit ook nog voor de veiligheid. En het ziet er natuurlijk heel erg schattig en leuk en herkenbaar uit. Nou, het is goed verpakt. Ik zal even laten zien. Ik zie dit. En als eerste zie ik een schattig mapje dingetje. En dit zijn gelijk ook allemaal van die soort briefjes die hun ook verkopen. Dan zit het goed verpakt met van die dingetjes. Dit haal ik eruit. Het zit in zo'n verpakketje. Oké, heel erg leuk. Oké, het komt er weer. Als eerste zie ik... Dit is zo zacht. Dit is echt heel schattig. Dit is een watermeloentje met roze hier. En ik denk dat het een soort portemonneetje is. En dit vind ik echt heel erg handig. Dit zit er ook nog in ter bescherming. Want ik zocht eigenlijk ook nog gewoon een klein portemonneetje. En dit is gewoon perfect. Super schattig. Super zacht. Je moet het eigenlijk gewoon echt voelen. Maar ja, dat kan helaas niet. En heel erg handig. Oké, dit vind ik heel erg leuk. Dan zie ik ook nog een grotere versie. Dit is denk ik... Hij is weer zo zacht. En deze is een rode versie. En dit is denk ik een soort etui. Ook erg leuk. En hier kun je gewoon allemaal potlood en pen in doen. Handig voor nog een paar stiftjes mee te nemen op school. Of... Heel erg schattig. Dan zie ik deze. Dit is een squashy. En deze heb ik ook gekregen in de doos voor ASMR. Tenminste, hij lijkt er in ieder geval op. En mijn zusje wilde ook zo eentje heel erg graag. Dus deze ga ik even aan mijn zusje geven. Maar een squashy is eigenlijk een soort stressbal. En deze kan je heel ver inknijpen. En die komt er heel langzaam uit. En dat is gewoon zo... Echt alsof je koekjes gaat kneden of zo. Het is echt heel... Ja, het is heel raar. Oh, je moet het eigenlijk gewoon zelf een keertje voelen. Maar heel schattig. Er zit ook een hangertje aan als sleutelhanger. Maar dit is dus een squashy. En hier verkopen ze dus heel veel van. Dan zie ik dit. En ik weet even niet wat dit is. Want het zijn allemaal... Chinese of Japanse tekens op. Ik ga het maar gewoon zo openmaken. Oh, dit schrijf je er makkelijk af. Wow, dit is een soort boom. Aan. Oh, ik denk dat je dit aan je telefoon kan hangen. Oh, heel schattig. Ik heb het door. Kijk. Dit is iets wat je aan je telefoon kunt hangen. Door dit of door dit. Dus als je hier aan de onderkant knijpt, komt er een boontje uit. Met een gezichtje. Heel cute. Heel grappig. Oké, verder. Dan zie ik dit. Oh, ik zie meteen wat dit is. Dit is zo'n plug voor in je telefoon. Kijk. Heel schattig. En dit kan je zeg maar in het gaatje waar je eigenlijk normaal je oortjes in stopt. Kun je dit erin doen, zodat er geen stofjes en zo komen. Bij mijn telefoon zit hij wel aan de onderkant helaas. Nou ja, op zich kan het alsnog wel. En dan kan je dit er zo in doen. Maar als hij aan de bovenkant bijvoorbeeld zit op jouw telefoon, dan kan je zo schattig. En dan zie je ook echt zo dit hoofdje. Dit is een soort octopusje. Dan zie ik dit. Heel veel schattige stickertjes. Ja, ze verkopen ook heel veel stickers op de site. Maar deze zijn ook echt heel schattig. Ik zal het even uitpakken. Dit zijn dus allemaal stickertjes. En allemaal van zulke verschillende velletjes zitten erin. Allemaal verschillende dingetjes. En echt een heel leuk patroontje of zo. Ik vind het een hele leuke stijl wat erop staat. En... Dat kan ik zeker goed gebruiken bij mijn dingetjes. Leuk voor om in je agenda te plakken op een script. Dan zie ik dit. Oh, volgens mij is het een puntenslijper van een L. Handig zeg. Een puntenslijper is altijd handig. Ja, want mijn puntenslijper is kapot gegaan in die video van Hema. Waarin ik de opdracht van Merk deed met de dingen tijdens de toets. Dus deze komt erg goed van pas. Het is een heel schattig L'tje. En aan de onderkant heeft hij twee puntenslijpergaten. Maar dat is dus handig, want dan kun je gewoon lekker makkelijk... En leuk, je punt slijpen. Yes. Dan zie ik dit.
En dit is ook waarschijnlijk... Oh, het is ook weer super zacht. Volgens mij al die knuffeltjes en dingetjes echt super zacht op de site. Maar dit kan je ook weer aan je telefoon hangen. Dit is ook trouwens een elastiekje. Dus je kan hem meer lekker meeveren. En dit is een banaantje. Schattig en zacht. Oh, het is echt grappig als je dit doet. Dan zie ik dit. Mark notes zijn dit. Dit is echt handig. Want je weet toch wel dat je ergens moet onthouden waar je bent gebleven in een boek of in een schrift of zo. Nou, kan je deze dus aan de bovenkant van het boek plakken. En dit zijn allemaal hele schattige strikjes. Kijk hoe leuk. En dat plak je gewoon aan die bovenkant. Het is schattig, leuk en duidelijk. Echt, ja, dit vind ik leuk. Dan zie ik nog een paar laatste dingetjes zitten. Dan zie ik als dit. Dit denk ik gewoon... Oh, dit is een marker denk ik. Wow, dat ruikt lekker naar... Volgens mij is het een geurmarker. Hij ruikt naar citroenachtig. Ja, dit is gewoon een gele marker, maar hij ruikt een beetje naar citroen. Ruikt lekker. Handig. Altijd handige marker, want markeren is handig en duidelijk. Dan zie ik hier mini markers in zitten. En dit is vooral heel handig om mee naar school te nemen, denk ik. En ze hebben ook nog een soort gezichtje. Laat, wacht. Kijk, ze zijn super klein. Dit is mijn vinger. Iets kleiner dan mijn vinger. En dit kan je heel makkelijk gewoon in je tweet doen op school. En toch, markers zijn het goed. Dit was echt de beste Nederlandse zin ever. Yes, jongens. Klein maar fijn. Vooral handig voor school. En ik zie dat je er ook nog een draadje in kan doen. Zou je hem ergens aan kunnen hangen. Ook nog handig. En ook nog in 6 verschillende kleuren. Nou, helemaal top. Dan zie ik als laatste uit deze doos nog dit zitten. En ik heb geen idee nog even wat het is. Oh, het zijn zeedierengummetjes. Kijk nou. Oh, oké. Het valt er wel makkelijk uit als je het schuin houdt. Ja, logisch. Al een octopusje, een dolfijntje, een zeehondje. Cute. Leuk, leuk. Dan was dat wat in de normale doos zat. Zal ik nog even snel laten zien wat er in de doos zat die ik voor ASMR kreeg. Dit zijn allemaal squashjes en slimes. En als eerste hier de hamburger. Ze hebben trouwens allemaal zo'n handvat. Nee, zo'n hengsel. Behalve eentje. Deze is soort van wat gladder. En dit is een chocoladebroodje, rolletje, dingetje. Het is... Kijk, squashies, het is gewoon moeilijk uit te leggen. Maar squashies, dat moet je gewoon voelen of zo. Je kan niet uitleggen wat het is of hoe het voelt. Maar waarschijnlijk denk je eerst echt, wat is dit? Wat is het voor raar? Niemand wil dit. Maar het is echt gewoon... Het voelt echt chill om erin te knijpen. En het hoort trouwens, want hier zie je al een klein loslaat dingetje. Maar omdat je er natuurlijk in knijpt, kan die gaan rimpelen. Of kan er een klein scheurtje in komen. Maar dat hoort gewoon. En je kan dan gewoon nog verder. Maar kijk hoe ver deze ook in kan. Geweldig, toch? En dit is die zelfde panda. En deze dingetjes ga ik dan gebruiken voor mijn ASMR video's natuurlijk. En sommige ruiken ook nog net iets anders. Deze vind ik vooral geweldig. Dit voelt echt alsof je een koekje aan het kneden bent. Koekjesdeeg. Wauw, love it. En deze ruikt net iets meer naar aardappels of zo. Ik weet niet zo goed, maar sommige ruiken ook weer wat zoeter. En dat is heel grappig. Kijk hoe klein. Deze vind ik een van de geweldigste. Hij ruikt ook lekker. Hij is zo zacht. Hij is zo groot. En hij is zo slow rising. En komt zo langzaam uit. Kijk dan hoe cool. Zo lijkt het ook nog een beetje op een pizza. En ik hou van pizza. En dan zaten er ook nog 3 slimes in. Kijk, dit is een watermeloen. Dit is een sinaasappel. En dit is een mini citroentje. En ze zijn eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde. Ze ruiken ook niet echt ergens naar. Gewoon naar een slime. Alleen deze is wel rood. En deze is oranje. En deze is geel. Maar dit is ook geweldig. Het voelt ook gewoon grappig. En ja, het zijn dingen die je eigenlijk misschien niet nodig hebt. Maar die je wel gewoon wil hebben. En die je gewoon een keer moet voelen of kijken. Het is gewoon geweldig. Het zijn allemaal echt super schattige spulletjes. Dus van Let's Go Kawaii, als je nu ook geïnteresseerd bent. Ik zal het even in de beschrijving zetten. En wat ook heel erg leuk is, want misschien denk je nu wel... Wow, ik wil ook zo'n squashy. Ik wil ook zo'n super zachte etui. Nou, dan kan het jongens. En weet je waardoor dat kan? Je kan natuurlijk nu ook gewoon met korting. Want ik heb voor jullie een kortingscode. Maar de kortingscode zal in de beschrijving staan. En het is een kortingscode van 15%. Dus dat is best wel veel. En kun je gewoon lekker met korting shoppen. Laat me zeker even weten wat je ervan vond en wat je het leukste vond. En of je wel een keertje een squashje hebt gevoeld. Of dat je er eentje hebt of dat je er eigenlijk heel graag eentje wil. Stem in de poll of laat het weten in de reacties. Zou ik heel erg leuk vinden om te lezen. En zou ik voor nu zeggen, Let's Go Kawaii, super bedankt voor alle spulletjes. Ik kan er zeker wat mee. Ik ga nog een ASMR video mee maken. En jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. Als jullie meer video's willen zien. En dan zou ik voor nu zeggen...
Tot de volgende keer. Doei!